Ja, je ziet hier een fresco uit de Capitolijnse musea, een 16e eeuws fresco, vroeg 16e eeuws, van Ripanda, waarop je dus ziet hoe Hannibal op een olifant rijdt. Dus het wordt echt gezien als een soort van ja, dier wat hij dus bestijgt. En in een hele oosterse setting. Dus die hele tocht over de Alpen, die heeft tot de verbeelding gesproken, zeker met al die olifanten erbij. En ja, ook nu in het tegenwoordige Rome, dus in de Capitolijnse musea, kun je dit ding zien als je wil. Nou, dat even ter inleiding tot deze passage, die volledig is opgebouwd uit typische constructies, namelijk paragraaf 9. Zijn voor een groot gedeelte ACI's en paragraaf 10, daar kom je nog een keertje met een ablatives absolutus. Nou, eerst maar eens even die ACI's. ACI 1, ACI 2 en ACI 3. He, dus in een indirecte reden in het Latijn wordt vaak een constructie gebruikt met een accusativus, met daarbij een infinitivus. In dit geval 3, namelijk eos, accusativus transcendere, infinitivus, ketera. Voren, en dit is infinitivus van esse, het futurum, en hier habituros, bij het futurum mag je er dan bij denken, esse. Goed, ACI1, en dat zij toen overstaken, en dat het overige zou zijn, en dat zij habituros, dus meervoud, dus dan pak ik die eeuws er weer bij, dat zij zouden hebben. Nu inhoudelijk, één voor één die ACI's doorwerken, en dat zij toen de moenia overstaken, dat zij toen de muren overstaken, non Italiae modo, sed etiam, nou non modo, sed etiam, niet alleen, maar ook niet alleen van Italië, maar zelfs van de Romeinse stad. Staat er letterlijk van de stad Rome. Dat zij toen, als het ware, de muren van Italië overstaken en ook van de stad Rome. Dus ze hebben het gehad, ze zijn er geweest, is de mededeling. En dat de rest alleen maar plana en proclivia zou zijn, dat het overige vlak en bergafwaarts zou zijn. En dat zij zouden hebben, nou, dan pak ik daarbij eerst even de bepalingen, namelijk uno altero proelio, met één of twee gevechten, hè, met één of een ander gevecht in hun hand in manu en in hun macht zouden hebben. Nou, wat? En dat is dan een accusativus, het summum arcem, letterlijk de hoogste burcht en de caput Italiae en de hoofdstad van Italië in hun macht zouden hebben. Dus drie keer een ACI in deze paragraaf. Dan in paragraaf 10 krijg ik een nieuw werkwoord, namelijk coepit. Ik heb ook een andere constructie hier namelijk nog in zitten, een ablativus absolutus. Hostibus temptantibus. Nou, die pak ik als eerste. Temptare is proberen, is hier een presens, temptans. Temptantibus ablativus, hostes ablativus hostibus, terwijl zelfs de vijanden niets meer probeerden. Dus terwijl, omdat dit presens is, terwijl zelfs de vijanden niets meer probeerden, praeter parva furta, behalve kleine roofovervallen, en dat ook nog eens een keertje per occasionem, al naar gelang de gelegenheid, of aan naar gelang de gelegenheid voor was. De vijanden deden niets meer. En daar hoort dan nog Jam even bij.
Pro-Kederen in de Achmen Kooipiet begon het leger van daar, dus vanaf die plek, voor te gaan. Dus het leger, de hele troep, begon vanaf die plek voor te gaan, terwijl de vijanden zelfs niets meer, behalve kleine overvallen naar de gelegenheid probeerden. Dus het wordt allemaal wat vriendelijker en wat fijner. Dat is dan paragraaf 9 en 10. Volgt nog 11 en 12.